Wij zetten de eindsprint in van ons Wilminkjaar. Gisteren nog zong Ilse Warringa zijn gedicht achterlangs. Onze slotuitzending van dit seizoen 13, over 2,5 week, zal een bonte Wilmink van Varen zijn. En vanavond praten we over zijn leven en oeuvre met vriend en streekgenoot Herman Finkes. Waar zag je hem voor het eerst? Allereerst was het gewoon als toeschouwer, als fan in de jaren 70. Waar Willem wel eens optrad in Literaire Café, ABC en in de Oosterpoort. Daar heb ik hem wel eens na afloop van de voorstelling aan de bar gesproken. Maar echt, dat het begon, het contact was in 1980. Ik moest optreden in een meubelzaak in Antwerpen. Een meubelzaak? In een meubelzaak, ja. Iemand had in Antwerpen een meubelzaak van zijn vader geërfd, maar hij had niks met meubels, maar wel met kleinkunst. Dus hij organiseerde s'avonds daar kleinkunstvoorstellingen. En ik kwam smiddags al in dat café, of in die meubelzaak aan. En daar bleek Willem te zitten. Met als chauffeur Boudewijn Spietsen. En Willem hield daar een workshop voor studenten van de Kleinkunstacademie, of hoe dat dan in Antwerpen ook mag heten. Dus daar ben ik bij gaan zitten. En toen zei Willem, dan blijf ik s'avonds ook om naar je voorstelling te kijken. Dat was toen mijn eerste programma. En dat was heel genoeglijk. En sindsdien hadden we geregeld contact. En ja, Wopke en Willem kwamen wel eens bij ons in Almelo, kwamen wel eens in Zeist. Ik heb nog in de film Het Verhaal van Kees gespeeld. Ja. Ze waren ook bij onze bruiloft in 1990. Maar vanaf het moment dat Wopke en Willem naar Twente verhuisden, werden contacten intensiever. Ja, kwamen jullie in je buurt wonen, hè, min of meer? Ja, nou is het wel een half uur rijden vanuit Almelo. Ja. Om even aan te geven hoe hecht die vriendschap is geweest. Willem zijn graf eigenlijk ligt bij jou in de achtertuin. Als een urn. Ja, het is een urn, maar daar heb je een steen bij gemaakt. En dan ziet het er toch uit als een graf, zou je kunnen zeggen. En dat is bij jou in de achtertuin. Ja, maar Wopke, de weduwe van Willem, die woonde destijds in Almelo. En ze ging verhuizen naar Almere. En ze zei, toen kwam ze bij ons, ze zei, ja, ik ga naar Almere, maar ik kan het Willem niet maken om me mee te nemen naar Almere. Als ik hem... Ook zelfs de as niet? Nee. Dus ik kan hem sowieso niet uit Twente halen, maar helemaal niet naar Almere brengen. En dat vond Willem vreselijk. En Wopke was bang dat Willem zou gaan spoken. Net zolang totdat Wopke zat was en hem weer terugbracht naar Twente.